zat vast. Mag je ook als ik... Ja, ik zou even lachen. Nee! Kutauto! Yo, mis! Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe GTA 5 JaraTech aflevering. Hier natuurlijk op mijn kanaal Jaraski Gaming samen met Chromo. Yo! In deze serie, ja, racen we natuurlijk tegen jullie als abonnees zijnde. En de tussenstand op dit moment is Team JaraTech heeft 19 punten. En jullie als abonnees hebben er 38. Oké, ik schiet al naar achter, Ja, dank je. Ik ben dood. Ik heb het overleefd. Wow, Chromo! Ik heb het overleefd. Kijk die multikill van jou! Heb ik een multikill? Ja, niet zo'n kleintje ook! Holy fucking shit! Oh shit, ik snijd de bocht af. Nou word ik weer neergepoeid van achter. Hé, lekker. Zolang ik eerst blijf liggen is het chill, want dan heb ik geen last van al jullie raketten. Dus... Als je een beetje wilt chillen is het geen probleem, want ik sta op de eerste plek en dat is heel gemeen. Ik heb wat proximity mice neergelegd, dan kan ik eerste worden, man. Als ik ze even iedereen nice doe. Ik rij nu naast de baan, zodat ik niet gebombardeerd word. Ik gooi allemaal sticky bombs neer. Kijk, ik heb iemand opgeblazen. Dat is chill, want ik heb het begin overleefd. Ja. Het inhoudt dat ik nu geen last heb van al die... Ja, dan leg je allemaal proximity mines. Ja, hey, en dan heb ik een keiharde voorsprong en dan kan ik eerste worden op die manier. Oh, dan gaan ze weer met bommen gooien hier ook. Oké, ik heb overal proximity mines neergelegd. Oké, nice, want ik... Ik hoop alleen niet dat ik in tegengestelde richting moet gaan rijden, want dan ben ik wel de lul. Zo, die explosieve jongen, oh joh. Ja, ik sta in de fik, man, ik sta in de fik. Dat is niet zo handig, Kroop. Uh-oh. Oh, we staan hier weer afgestapt. Tieten. Holy fucking tieten. Awar, zo hoort het niet, een spelletje. Je moet niet afstappen en mensen neerknallen. Die voor je. Ja, precies. Er kwam die iemand gewoon van de baan afrijden naar mij toe, die lul. Jongens! Niet zo noob doen. Waar moet ik heen, joh? En je moet tussen die containers heen door. Ah. En jullie moeten wel doorrijden, want ik ben bij lap 2. Dus als jullie nog niet klaar zijn, dan... Wij zijn nog niet klaar, want ik word opgeblazen weer. Ja, maar dan kom ik zo meteen bij jullie uit. Kijk, ik heb weer iemand omgeblazen, zie je dat? Iemand moet de kliniek klaar worden hier, oh joh. Hé, ik ben weer bij jullie, man. Oh ja, gooi even sticky bom. Oh, beer. Fucking hell, jongens. Ik ben nu bij jullie. Jullie zijn nog steeds aan het begin. Ja, wij kunnen niet verder, want die maloten hier, oh. Die hebben een hele tijd een goed plan. Hahaha! Zo, nu pak ik zo even terug hoor. What the fuck? You died? Ik ben door niemand gekilled! Ik ben gewoon in één keer dood! Ja, dat is terecht. Nee, is niet terecht. Nee, dit is JaraTech trouwens. Dat is niet leuk. Moeten we die boot nou in of niet? Fuck! Nee, je moet dan gewoon naar de zijkant blijven gaan. Naar de zijkant blijven gaan. Ja, ik dacht al zoiets. Oké, wheelie. Kick hem. Ik ben dood. Kiek hem gaan, wou ik zeggen. Maar ja, dat houdt dan weer ik op. Heb jullie gewoon allemaal, ik heb gewoon fucking allemaal mensen lab ingehaald, jongen. Het is ongelofelijk. Ja, maar mij nog niet. Nee, jou nog niet. Ik kom nu zo meteen bij die boot uit, waar jij net was. Ik rij achter Brinkies. Niet mij opblazen, niet mij opblazen. Doe aardig. Ik blaas jou nou wel op. Oh, yo. Zo, die voor je, want je reed toch verkeerd. Alle barsten van een bom allemaal, zeg. Yep, ik hoor allemaal explosief, maar ik lig eerst, hè. Dus ik moet het even blijven doorzetten. Ja, hou vol, want we moeten die punten gewoon... Ah! Ja, ik hou het wel vol, joh. Ik lig 1 minuut voor. Ik rij nu achter je, dus kijk uit. Dat ben ik. Ik pak even mijn brommer. Oh, kijk uit. Auw! Ik heb je niet aangeraakt. Nee, ik heb je gewoon een lap ingehad, Chromo. Ja, hey, hallo. Ik word heet opgeblazen. Ja, ik niet gelukkig. Ik blaas iedereen namelijk zelf op. Ja, jij bent zo. Wacht even. Rij even door. Niet op jou. Ik heb die andere achter je. Ja, dank je. Ik wou die vent voor je hebben. Ja, nee. Ja, je wou bronnen. Mij hebben, maar dan maakt niet. Nee. Ik wou jou niet. Chromo. Chromo. Kijk nou uit, man. Ik ben eerste. Ja, we moeten wel samen team, hè. Hier, ik ben eerste. Ik ben al klaar. Je hebt me niet opgeblazen. Ik zag die raketten aankomen. Ik dacht, fucking hell. Dat gaan we niet doen. Maar ze waren mis. Dus maakt niet uit. Oeh, ik krijg ook een raket langs mijn... Iedereen zit elkaar nu op te blazen. Ik ben gelukkig al klaar, dus wij hebben weer een puntje erbij, Chromo. Dus yes! Goed gedaan, jongen. En dat allemaal dankzij... Dankzij jouw dikke multikill aan het begin. Ja. Oh, ja, dat is waar, ja. Want jij killde iedereen gewoon daar. Ik weet niet hoe je het hebt gedaan, maar... Nou, ik zat zeg maar gewoon achteruit te kijken en constant die knop in te spammen. Ja, dat deed ik dus ook. Dat deed ik ook. En toen was het gewoon... Boom, nu zijn de hands. Oh, daar ga je weer. Het was te proberen, Chromo. Dennis, ik dacht dat je op vakantie was.
Nou, dit is een andere Dennis. Oh, een andere Dennis. What the fuck, staat wasted dat je wasted bent, maar je rijdt gewoon. Oh ja, je staat ook wel in de hands, maar... wat gebeurt er, Chromo? Nee, ik kan er niet overheen komen, maar... Hey, niet stikken bombs, niet stikken bombs. Go, Chromo, go, Chromo. Niet doen, niet doen. Je staat in de hands. Ga weg, niet schieten. Ga niet voorstaan, jongen. Mensen, dit gaat nog wel even duren. Ja, dat zal wel weer. Dus tot de volgende race. Red Boys, welkom. Bye. Hoezo hebben jullie weer van die snelle auto's allemaal? Nummer 2, ik rij in mijn lievelingsauto. Kijk een mooie auto, Chromo. Ik rij in een oldtimer. Ja, waarom heb je die? Ja, maar die is wel gepimpt, die is wel gepimpt, is goed zo. Nee, is niet gepimpt. Wel, want kijk maar naar je velgen. Ja, dat is standaard. Ik heb die auto nog nooit gekocht, hoor. Holy shit, wow, die Emmeraki. Oh, jullie gaan allemaal veel harder, man. Ja, omdat wij hebben fully pimped auto's, jongen. Oh, deze auto maakt wel lekkere bochtwerk. Jeetje. Die hebben ook een mooie Dominator, man. Hoi, yo. Ja, je moet uitkijken, want dit slipt echt als de knetter. Dit is een rallycours. Ja, dus... maar daar ben ik goed in. Ja, oké. Dan vertrouw ik in je dat je tweede wordt. Nee, dat is wel heel goed. Ja. Ik rijd wel in een klassieker, hè? Dus ik moet niet te hard rijden. Oh, ja, dat is waar. Dus je moet wel klassiek eindigen. Ja, nee, maar ik moet ook niet de auto beschadigen. Dat is natuurlijk. Nee, dat is waar, want dat kost je als je één krasje maakt, kost het je 10.000 of zo. Ja. En is de auto ook niet meer origineel roze, natuurlijk. Zoals ik hem. Ja, precies. Ja. Zo was die vroeger ook. Vroeger in de jaren 80 of zo reed iemand in die auto helemaal roze. Ja. Ja, fluoriserend roze, hè? Was ja, precies. Glow in the dark. Ja. Ja, dat was echt. Ah, nee, dat snap ik. Dat wil je niet beschadigen, dat is logisch. Ah, curry. Maar waarom ga je dan door het zand heen rijden? Komen er toch misschien allemaal krassen op? Nee. In het zand zitten geen krassen. Oké, goed zo. Zit er wel zand, krassen, zand in kras? Of niet? Nou, die zin die kan ik niet goed... Oh, dat kan je computer niet aan. Nee, dat kan mijn computer in mijn hersenen niet aan. Oh, sorry man. Ik snap niet wat je zei. Nee, maakt niet uit. Je zou het in het Frans kunnen uitleggen, dan zou ik het wel wat meer begrijpen. Jan. Ik ben wacht, dat is Duits. Ja, dude, ik kan geen Frans, ik stond er ik een 3 voor. Ik heb het niet over Frans-Duits. Oh, je hebt het over Duits-Frans. Nee, ik had het over Frans alleen. Chris, niet doen! Chris, kappen. Chris, kappa. Oh, Chris is gecrashed, doei Chris. Ah, shit, ik ook. Ik heb deze auto volgens mij niet helemaal gepimpt nog. Maar, weet je, we liggen eerst en Chris ligt tweede, maar Chris waarom? Rijden? Oh fuck, neem de verkeerde kant. Ik vind dit zo jammer weer, hè. Hoppa. Niet tegen zo, die dit is wel, ik vind het wel een leuke race zo, man. Het is een ja, dit is een hele leuke, originele race, ja. Ja. Ook met die auto's is het ook echt een rally game. Nou ja, ik heb een echte muscle car, Chromo. Nee, ik ook. Ik heb een Corvette. Oh kut, we moeten nog een lap. Fuck. Oké, ik heb nog geen enkele fout gemaakt. Nog een lap? Ja, ik heb nog geen enkele fout gemaakt, dus dit moet goed komen. Heb jij nog geen één keer gecrashed? Nee. Oh, ik al 45 keer denk. Oh ja, maar jij ging je auto mooi houden, toch? Of, nee, nep crashes hoor. Oh ja, oké. Geen schade verder. Nee, dan is het goed. Dat ik gewoon net een meter te ver doorgleed, bats tegen een hek en een paal. Maar ja, weet je, ja, dan gaat je auto niet van kapot, nee. Nee, ja, dat is goed. Dat maakt niet uit. De rest, als je de auto ook bekijkt, ziet het er nog redelijk mooi uit. Ah nee, dan is alles onder controle, er is niks aan de hand. Nou, ik rijd met de controller, dat klopt. Oh, ik hoor een zeehondje. Ja, oh ja, die kwam even bij. Ik heb de eerste lap gehaald. Goed zo, Chromo, ik ben trots op je. Nou, ik niet op mezelf. Kut, ik rijd een paal om, nu ligt Chris eerste. Fuck! Oh, yo. Chris, kappen nou. Kappa. 1, 2, 3. Oh. Ik heb Chris weer ingehaald, Hoi, Lekker! Ik rijd door, man. Ik rijd door! Goze. Als een Dominator. Ah, snap je? Ah, kak. Nee, hij lacht wel, dat is goed. Ik zat vast. Lach je ook als ik... Ja, ik zou even lachen. Nee! Kut auto! Nee, nu moet je niet lachen, nu moet je huilen. Oh, jij zei lach je ook als, en toen zei je ja, dat. Ja, sorry. Nee, maar nu moet je huilen, man. Nu ging het verkeerd namelijk. Hier komt die kutbocht. Oké, huilen. Oké, ik heb het verneukt. Oh, kracht, Chris heeft het ook verneukt. Niks aan de hand. Waarom moet die Chris altijd naast me rijden, man? Ga eens even iets doen of zo. Heb je naast de lief? Ja, Chris is mijn lieve schat. Alleen, hij mag niet eerste worden. Nee, Chris. Chris nicht. Nee, niet zo onaardig. Oh, lieve Chris. Ik hou van je. Remmen. Als jij een vrouw zou zijn... Chriselientje. Ja, Christel.
Crystal, oh ja, dat is een goeie. Hier is de finish bijna, wacht even, Chromo. Eén moment. Ja, ik heb nu ook de vaart erin, ik begin nu de map wat meer te kennen, dus ik ben met de comeback bezig. Oké, goed zo. Word je derde dan? Nee. Oké. Nee! Maak weer die fout! Oh fuck, hier is de finish. Chris, kijk, rot op. Chris, kom hier. Gas, 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 gas. Gas. Oh, Chromo. Wat? Bam! Oh, zo doen we dat. Puntje bij voor ons, 21. We hebben bijna gewonnen, man. We staan op 21 van de 25. We zijn echt en abonnees 38 van de 50. Ik wil even je auto zo zien, Chromo. Ja, er zit geen schade. Waar is jouw auto? Nee, 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 want je mocht geen schade rijden, dus ik wil hem even zien. Wacht. Waar is je mooie auto? Hey, ik heb de vaart erin, hoor. Dit gaat lekker zo. Ja, ik heb zwart scherm. Oh, dat is ook mooi. Dan zie je hoe hard ik ga. Je voorwiel staat scheef, Chromo. Ik denk dat dat hoort zo. Je koplamp is ook kapot, maar dat komt zeker omdat het een oude auto is. Ja, dat was al zo. Je zijraampje is eruit. En nu is je... nu is het er allemaal kras op. Nee, dat was al zo. Oh, oké. In ieder geval, mensen. Deze Chromo die wordt 9e, want hier is de finish. Dus op naar de volgende race. Word ik 9? Oh, ik haal hem wordt 9, dus. Goed gedaan. Ik ben geen laatste, is goed gedaan. Wow, yo. Goed gedaan. Kijk nou uit. Ik ga wel door, ik ga wel door. Hey boys! Ik krijg een band op mijn hoofd. Welkom bij de allerlaatste race van vandaag. Dit is een kart race, oftewel een buggy race. Dus dit gaat chaos eerste klasse worden. Maar Chromo, jij spant goed, dus rijd door. Kijk uit, want ik kom links van je. Dus kijk uit. Oh, ik heb geen turbo. Fuck, mijn schuld. Oh, ja. Eerste keer dat ik geen turbo heb. Wow, jongens! Ja, daar gaan we! Ja! Alles onder controle. Oh, Chromo! Chromo! Chromo, kijk uit! Chromo! Je ligt op de kop! Ja, dat ik zelf niet door natuurlijk. Chromo, succes man. Ik kom even beuken. Ja, kom ik. Waar ben jij, Chromo? Waar zit jij? Ik zit ergens op de kop. Oké, wacht. Ik ga even een stukje taart eten, ja? Ga jij maar even taart eten. Ik ga een stukje taart eten. Ik laat wel weten hoe ver we zijn. Oh, wat lekker man. Wat een leuke race dit. Oh. Er is iemand! Wat? Er is iemand! Wat, wie? Er is iemand naartoe gegaan, maar ik weet niet hoe. Oh, is je omgereden? Wacht, kan dat? Zal ik even kijken? Hier, daar gaat iemand overheen. Zie je dat? Daar gaat hij. Ja, waar? Ja, bij mij. Hier. Oh ja, ik zie het. Wacht, kun je omrijden? Zal ik even kijken? Hey, ik ben opeens spannend opnieuw. Oh, Chromo, ik ben er ook! Ik ben er ook! Chromo, ik ben er! Oh, je kunt omrijden. Ja, je kunt omrijden. Maar... ik ben er, later. Hoe kun je omrijden? Je moet bij de start moet je er afsturen aan de rechterkant. Ja. En dan moet je zeg maar niet van die helling afrijden, maar half op die helling rijden. En dan weer terug de baan in. Er zit er één open ruimtetje. Oh ja. Kijk uit, want ik kom er nu ook. Kijk uit. Ja, daar moet je dus in. Maar als je er eenmaal van naar beneden bent gevallen, dan lukt dat niet meer. Ah. Oké, nou dan moeten we nog maar een keer doen. Oh, de doorgang is al vrij. Ik ga wel door de doorgang. Ik sta gewoon eerste, Chromo. What the fuck? Hou vol. Ik word gebeukt door Just Chris NL. Hoe kan ik eerste staan? Iemand had hem net al gehaald. Nee, die was niet gehaald dus. Oh shit, er moeten nog twee laps ook. Dus ik moet zo meteen nog een keer cheaten dan, denk ik. Dit is een verschrikkelijke race dit, man. Je kunt niet tegen die banden aanrijden. Nee, klopt. Want dan sta je in één keer stil. Je moet heel goed sturen. Wat een rukrace. Daar ben ik wel goed in. Dat is mooi. Ja. Ik heb deze race voor jou uitgekozen. Oh ja, nee, ik ga lekker, maar die gaat voor mij niet, dus... Ik dacht, jij houdt van karten, toch? Of niet? Ik rij je even voorbij, jochie, want je gaat mij echt te sloom. Waar de fuck moet ik nou naartoe? Alle bastard, wat rijden deze mensen slecht. Gevonden. Rij nou even door, man! Oh kut, ik zit daar ook, ik moet daar langs. Ja, ik sta hier in de file, dat is verschrikkelijk. Ik kom er langs. Oké, niks aan de hand, laat ze maar doorrijden. Die paarse kan echt niet rijden. Die paarse die kan echt niet rijden. Nee, die zat altijd voor mij, maar ik ben gewoon gerespawnd. Ja, maar die paarse die zuigt echt keihard. Die zwarte hier ook, die oranje niet, want dat ben ik. Grapje. Even kijken hier naar beneden. Ben ik al bij lap 2 of wat? Even aan de kant jongens, ik moet hem even hier heen. Ja Chromo, ik moet die andere kant op. Ja, ik er niet. Ga nou aan de kant Jan. Ik weet niet eigenlijk niet, wacht, ik moet volgens mij ook hier naartoe. Ik moet hierheen. Ik weet niet, waar ben ik nou nog bij lap 1? Hier moeten we heen. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Ben je nog eerste? Ja, ik ben eerste, maar ik ben nog steeds bij lap 1, terwijl ik hier net al ben geweest. Ben je geweest? Chromo, rij nou door. Ja, ik... Chromo, rij! Je kan gewoon langzaam erop. Jullie balen mij allemaal de hele tijd. Daar baal ik van. Ah!
Chromo, oh, Chromo! Ligt aan Brinkies! Ja, ga, rij nou even door, want nu zitten we hier weer allemaal vast. Ja, ik zit hier al even te vasten. Ik heb geen honger dus. Oké, daar ga ik. Oh. Ik wel, want ik heb een stukje taart. Chromo. Okay. Ja, ik zit hier, ik heb een slipcursus. Hup. Oh my, doei. Ja, jij beukt mij en dan zeg je oh my. Ja, maar dude, wat was jij aan het doen dan? Ja, ik werd gebeukt en dan... Nee. Deathmask, je moeder. Ja, Jan, staat hier nee, die Deathmask zit mij te beuken. Ja, die Deathmask moet je gewoon bannen. Oké. Okay. Zo. ik rij met Just Chris. Ik lig eerste. Waarom stopt mijn auto hier? Ja, omdat je er waarschijnlijk ergens tegenaan beukt. Nee, ik reed naast Chris en Chris die stopte in één keer. En toen crashte Kom. Chris. Chris crashte Chris. Chris, ja, dat wou ik net zeggen. Chris crashte crashje van de... Crashte crash. Chris crashte de kreeften van de Chris trap. Oh ja, dat vind ik hem mooi. Wat een piemelrace. Oké, okay, kut. Deathmask, je gaat geband worden, jongen. Want je zit Chromo te beuken en je zit mij te beuken nu. Succes. Arme jongen. Het was maar een clown. Ah, zo'n clown was het niet, want nu kan hij zo meteen niet meer meeracen daardoor. Het was maar een shown. Hey, ik stond net laatste, Jan. Ja? Maar nu sta ik vijfde. Goed zo, lekker bezig. Comeback is eerste. Real. Meneer, waarom loop je hier? Sorry, ik heb je aangereden. Moet je daar maar niet lopen. Er is een race in aan de hand. Loopt er een meneer? Oh, ik zie hem liggen. Had hij toevallig een geel vestje aan? Nee, zwart. Ach. Ga nou niet hier op die banden lopen liggen, Chromo. Kom op, zeg. Rij je, Mike. Go, Mike. Mike, ik go. Mike oh, mes. Oh, meneer, sorry. Ik reed ook een meneer aan, Jan. Ik had het niet zo bedoeld, maar het gebeurde. Ah, maakt niet uit, joh. Oké, daar gaan we weer. Hoppa, langs de fruitmand hier ook. Sommige mensen kunnen echt niet rijden, man. Oké, laatste lap. Sommige mensen kunnen echt niet rijden. Nee, zoals ik. Zoals deze twee Mogolen hier ook. Dank je. Gatsidari! Het zal maar een echte race zijn, hè? Het is een strijdrace. Ik haal jullie even in, jongens. Jullie kunnen echt niet racen, namelijk. Ja, maar dat ze klittenband op de muren doen, dat slaat ook nergens op. Jawel, je moet gewoon niet de muren aanraken. In het echt kan dat ook niet, want dan ligt je auto helemaal naar de kloten. Ik raak de muur ook niet. Ik ben verder... Ik kom nu weer mensen tegen. Ik ga weer mensen inhalen. Oh shit, ik ben... kut, dit was mijn schuld. Sorry, ik zit aan de andere kant van de vangrail, want ik wou langzaam rijden. Ik dacht het is handig, maar dat was niet handig. Hoppa! Oh, die ligt helemaal laatste gewoon. Nee, ik ga gewoon weer eerste worden. Dan zijn we gewoon 3 keer deze aflevering eerste geworden. Dat zou wel gekkenhuis zijn. Dan liggen we wel in 1 keer weer voor. En dan iedereen die zegt dat we noob zijn... Dat klopt in mijn geval soms. Maar... Oh, thanks, want ik zit vast namelijk. Shit, beter haalt niemand me in. Oh, ik lig 1 minuut voor. Oh, alle tijd. Ik lig achter jou. Oh, ik zit bovenop iemand. What the fuck? Oh man, dan moet ik opnieuw die schans nemen, of niet? Oké, ik ben bij de finish zo goed als man. Ja, ik ook bijna. Ik vond het wel een leuke race, eerlijk. Alleen mensen kunnen echt soms niet rijden. Oké, hier is de finish, man. Hoppa, gewoon 3 keer eerste, man. Ik ben bijna bij de finish. Een stukje taart heb gegeten ook. Het houdt dus gewoon in dat we bijna hebben gewonnen, Chromo. Nu in 1 keer. Gewoon bam. Maar in 1 keer die comeback is real. Ja. Want het staat op dit moment namelijk voor Team Yara Tech 22 van de 25 punten. Chromo. Kaak! Chromo, je zit op een steen. Chromo? Ja, ik zit vast, ja. Oké. Op een steen. Dus Team Yara Tech heeft 22 van de 25 punten en Team Albanese 38 van de 50. Dat houdt in dat wij Chromo nog 3 keer moeten winnen. Ja. En jullie als Albanese zijn er nog 12 keer. Dus wij hebben nu echt gewoon een hele grote voorsprong gepakt. Wat doe je nou? Ja, ik dacht dat ik de finish al had, maar die finish zit hier niet. Je moet nog een rondje. Nog een rondje? Ja. Alle bastend, ik word duizelig van die rondjes. Oké, hoe lang kan hij het zwart niet aanraken? 1. 2. Nee, ook niet te maken. 1. Nee, ik heb hem nog niet aangeraakt. Op mijn beeld. 3. Dan sta ik stil, hè? 4. 5. Ik vind wel dat je wat sneller moet. Oh, ik moet wel hierheen. Stond wrong way. stond wrong way. Ja, maar je moet gewoon doorrijden. Dan komt dat je alle. ja, hey, even. Ik ben. Knalt hij hier weer tegenaan zo meteen? Nee, hier let op. Dit gaat goed. Wop pop 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 pop. Ja, pop 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 pop
Bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Als je op grote ram natuurlijk zo'n kaart op de like hebt, maar enorm vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En op Chrome's kanaal, als je gewoon achteruit rijdt, heb je de checkpoint ook. Echt? En dan zeggen wij, thanks for watching. Nu mee. Pak de checkpoint, gewoon hier zo, poink heb je hem. En tot de volgende keer maar weer. Yo, bye bye mensen.